Kijk naar u. Eigenlijk, wethouders en gemeenten stimuleren om het te doen. Doe maar, ga maar, probeer maar. En ik geef een voorbeeld uit mijn gemeente, aangereikt door een ambtenaar. Een gezin, en er moesten 4 kinderen uit huis geplaatst worden. En ik had het rekensommetje al in mijn hoofd gemaakt, dat is 4 keer een ton. De kinderen waren 6, 8, 12, dus ik denk tot hun 18e, daar gaan we. Toen zei de ambtenaar, we zouden ook dit hele gezin in een huis kunnen zetten en een hulpverlener daar 24 uur per dag bij. Jongen, wordt dat al gedaan in Nederland? Nee. Oh. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we, dit gezin woont in een flatje. Het huis is te klein. We hebben een huis gevorderd van de woningbouwcorporatie. We hebben de kamer bijgetimmerd. 2 hulpverleners, 24 uur per dag bij dit gezin. En na 3 maanden komt het gezin terug naar hun flatje. Inmiddels was vader plotseling ook ten tonele verschenen. Het gezin ging terug naar hun flatje. 2 keer in de week ambulante jeugdhulp. En de kinderen woonden gewoon thuis. Als die ambtenaar niet tegen mij had gezegd, zullen we het eens anders doen, hadden we dit niet gedaan. Dus proberen, kijken en misschien een klein beetje risico's nemen, want het had ook mis kunnen gaan. Dus dat. En ook wel nu, juist nu met energiearmoede en bestaanszekerheid, moeten we zo alert zijn wat dit gaat betekenen voor juist die gezinnen aan de onderkant, waar het financieel wel heel krap begint te worden. En wat betekent dat voor kinderen? Dus zeker wat meneer Seder zegt, het onderwijs is, de leerkrachten hebben het eerste in de gaten of het misgaat. Dus onze contacten met het onderwijs, geef ons dat signaaltje. Bij speciaal onderwijs hebben wij gewoon permanente schoolmaatschappelijk werken, financieren wij. Want dat helpt veel beter. Dan zijn we er veel eerder bij. Door eerder bij te zijn, voorkomen we erger. En eens, als dat betekent dat we een huis moeten vorderen wat, laten we het gaan proberen. Maar moedig ons aan. Want het is soms ook de angst. Ik dank u zeer. En zo heb ik op de valreep toch nog het citaat van dit blokje, wat volgens mij al uw